Joost is gewoon een balzak aan het tekenen. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. En ik ben Niels. En jij hebt je zonnebril op. Waarom heb jij je zonnebril op? Die heb ik net afgedaan. Oh. Maar het is inderdaad heel lekker weer, Martijn. Klopt. Daar wilde je naartoe. Daar wil ik naartoe. Dat betekent dat er ook heel veel mensen weer de straat op gaan. Dat betekent ook dat er weer heel veel straatartiesten uit hun hol komen. Ja. Ben jij een beetje kunstzinnig ingesteld? Ik hou er wel van naar te kijken, maar je moet niet vragen mij om te maken. Oké, nou, toch gaan we het vandaag doen. Want vandaag gaan we proberen geld bij elkaar te verdienen. Als ware een kunstenaar. Nou jongens, mocht je broertje voor een uurtje lenen, hebben we een ezel. Ik heb de canvassen en ik heb een paar karikaturen uitgeprint van Obama, Ali B en P. Diddy. P. Diddy? Maar dus dit is de standaard. Dus mensen die onze karikatuur nemen, die gaan ervan uit dat wij dit kunnen. Inderdaad, dit leggen we zo neer. Geef je vertellen, die komen van de koude kermis thuis. Inderdaad. Nou, ik heb de kwasten, dus ik zou zeggen laten we even omkleden. Ja. Dit gaat natuurlijk één groot drama worden, dat snap je wel, hè? Dag meneer, komt u even zitten, 10 minuutjes. Dan schilder ik u. Willen jullie een schilderij, jongens? Nee? Ja, dit gaat een lastig verhaal worden. Oh, hier. Twee dames. Hey, ladies. Hey, look at that's P. Diddy. Did you do those? I did those, yeah. If you want to take a seat, I can make a beautiful painting of you. Should I? It's 30 euros. 30 euros? Yeah. Well, he's really good. Oh. He's really good. Thank you. Yeah. Thank you. So, yeah, you're gonna do it? I'll do it. I've never had a creature done before. Okay, this is the first one in your life? Yeah, first one. Nice. Yeah, you just sit over there. That's beautiful. So where are you from? Well, we come from Wisconsin. Wisconsin. Ik pak er echt niks van. Hij heeft een of andere aardappel getekend met vier haarsprieten. Do you know Ed Gein? No. Serial killer, Wisconsin, mid-50s. You know what he said? What? When I see a girl, I think two things. The first part of me wants to take her out, want to treat her real nice. And the second part is how her head would look like on a stick. Het mooie is dat er nog een paar mensen omheen staan te kijken ook. How long have you been doing this for? For almost 12 years. 12 years? Yeah, yeah. Okay. My whole family is into the painting industry. You must be like a local, like famous local artist. I don't like to say I'm famous, but I am. This is gonna be my masterwork. He's a kleuter tekenen. All right. Okay. This will be it. It's. I have to say, it's a very experimental style. Are you kidding me? Yeah. Wait, for 30 euros. I could have done that better. You don't like it? That's fun. I'm not paying for that. 30 euros. Yeah, it's a different style than that, but it's. That's not a caricature. That's. Huh? That's like scribbles. It's an experiment. This is like the new wave style in the Netherlands and all part of Northern Europe. Not 30 euros, though. Well, for 20, it's okay. No, I'm sorry. I'm not paying for that. You're not gonna pay this? No, I'm not paying for that. Yeah, but I did work, you know. It took me 10 minutes. You like 2 seconds. Sorry, I'm leaving. Yeah. Sorry. Alright. Zo, ik had niet anders verwacht, maar. Tering, dit is gênant. Er zijn ook echt, ik weet niet hoeveel mensen hier. Wat vond je er zelf van? Op zich is het een vrij nauwkeurige kopie van haar, toch? Het is een karikatuur van iets. Het is een karikatuur. Van een plant. Zo, dit wordt fucking ongemakkelijk. Do you want a caricature? No? 10 euros? It's 10 euro now, jongen. Fick je kunst. Sir, Nederland? Ja hoor. Zou je het leuk vinden om een mooie caricature van jezelf te hebben? Ja hoor. Komt u vandaan? Ik
kom uit Marken. Uit wat? Marken. Uit Marken. Lukt dat? Het wil nodig? Nee hoor. Ja. Ik moet niet ernaast gaan zitten. Nee, snap ik. Oké, als u een beetje uw hoofd stil kan houden, dan heeft u wel eens vaker karikatuur gehad? Nee, eerste keer? Ja, ik probeer te... Ja, daar komt mijn inspiratie ook een beetje vandaan. In Parijs is het ontstaan, hè, de karikatuur. Het is ook Frans. Karikatuur. Het is een... Wat betekent het woord precies? Een soort van grappige weerspiegeling van de realiteit. U heeft mooie ogen, meneer. Oh ja? Ja, hele eerlijke ogen. Dit zijn echt belachelijk dikke wangen. Nou, dat is hem dan hoor. Bent u er klaar voor? Dit is, nou het is, ik moet heel eerlijk toegeven, het is wel iets beter dan wat ik deed. Nou, hij is helemaal goed gelukt wat mij betreft. Kijk eens. Ik heb er niks mee. Je hebt er niks mee? Die komen beter overheen, denk ik. Ja, dit is een beetje abstracte karikatuur meer. Nou, maar als u wil, mag u die erbij hebben als u die mooier vindt van Ali B. Zal ik die gewoon bij doen? Ik neem hem niet mee. Je neemt er niet mee? Je bent er echt niet blij mee? Nee. Maar ik heb er wel mijn best op gedaan. Dat kan wel zijn, maar ik heb er niks beloofd ook. Sorry? Ik heb nog niet beloofd dat ik hem mee zou nemen. Oké. Okay. Nou. Sorry hoor, maar het Sorry. Ik voel me een beetje schuldig of zo. Ik vond het echt pijnlijk om te doen, moet ik zeggen. Ik vind dat je het nog best goed kan, ouwe. Ik heb mijn best gedaan. Dit kan je ook echt zien. Je hebt het goed gedaan. Je hebt alleen niet betaald gekregen. De stand staat nog steeds op 0 euro. Jij moet het goed maken, denk ik. Het is mijn beurt. Goedendag. Lekker weer is het, hè? Ja, heerlijk. Een prachtig karikatuur mogen maken. Ja, dit schijnt zo niet. Ja, dit is lastig geleden, denk ik. Ik sta ook met mijn lompe palet die ik nog helemaal niet nodig heb, maar oké. Goedendag, mag ik u wat vragen? Nou, ja, vooruit. Vindt ja. U het leuk als ik nu zo'n karikatuurschildering maak? Ja. Ik heb een keer Obama gedaan, zoals u ziet. Niet de eerste, de beste die u heeft gedaan. Nee. Dit is wat ik vaker doe natuurlijk. Ja. Hoe heet u? Florentijn. Ja, Joost, ja. Ik zeg, ga lekker zitten. Dan moet ik daar ook nog wat voor betalen? Ja, het kost een tientje. Ja. Ik ben er 5 minuten mee bezig. En dan maak ik een fantastische, grappige schets van u. Oké, okay, nou. Heeft u de tijd? Ja, ik heb tijd. Gaat u lekker zitten. Ja. Heb ik wel even één kleine vraag. Ja. Op welk deel van uw gezicht bent u het meest trots? Want dan kan ik dat mooi uitvergroten. Laten we zeggen mijn kin. De kin. Dan gaan we daarmee beginnen en gaan we daar iets heel moois van maken. Ja. Joost is gewoon een balzak aan het tekenen. Joost. Jonge Joost. Zo. Jezus, nog grote oren. Ik zie al iets met oren volgens mij. Ik kan het ja. Meekijken. Ja, ik heb de oren een beetje uitvergroot. Nee, dat idee had ik al. Ja. En dan de neus. Hij tekent echt van een lul of zo. Neus. Zo. Dit is echt niet normaal, jongens. Dit gaat natuurlijk heel gênant worden. Dan presenteer ik u bij deze. Het doek. Tja, dat wil ik ervan zeggen. Wat vindt u ervan? Ik vond toch Obama iets beter gelukt eigenlijk. Kijk, als we over de Obama tekeningen praten, dan hebben we het natuurlijk over een ander prijskaartje. Daar heb ik ook langer de tijd voor nodig, dus dat wordt een half uur. Maar deze voor u. Maar ik moet eerlijk zeggen. Alsjeblieft, dat is dan 10 euro alsjeblieft. Ja, maar mijn 5-jarige zoon, ja? die doet het wel iets beter dan jij. Ja, omdat je zo enthousiast bent. Ik heb er nu wel. Geef ik je 5 euro. 5 euro. Het materiaal heb je erin gestopt en zo. 7,50. Nee joh, 7,50 is te veel. 6 euro. 7 euro. Oké, deal. 7 euro? Deal, deal. Top, kijk er eens. Ja. Geniet ervan. Ja, nou, ik durf het bijna niet te laten zien. Ik hou dat snap schoen. Ik, maar dat hoort bij de karikatuur. Daar hebben we toch grap van gemaakt. Kijk eens. Ja, nou, veel succes. Fijne dag. Ja. Joost. Ja? Jij hebt even het geld nog binnengehaakt voor ons. Ik heb 7 hele dikke euro's binnengehaakt. Daarmee zijn we net uit de kosten. Net uit de kosten? Ja, man. Maar ja, fuck die kosten. Van die 7 euro kunnen we toch even 3 lekkere biertjes halen. Vind ik dat we ook zeker moeten doen. Anyway, heel erg bedankt voor het kijken. Laat even weten in de comments welk schilderijtje jullie het allermooiste vonden. Sowieso die van mij. Hey, maar zeker doen, duim omhoog. Abonneer nog even op het kanaal. Zijn volgende week gewoon weer terug. Yes. Later. Tjala.